welkom. We zitten alweer in de vijfde week de repetitie van Amadeus. We hebben deze afgelopen week is het orkest erbij gekomen. En we hebben alle orkeststukken nu uitgezocht. Daar zijn we vandaag doorheen gekomen. We hebben net het laatste stuk gedaan. We hebben morgen nog, dan is het weer vrijdag. En de volgende week gaan we alles achter elkaar doorlopen. En de week daarna gaan we al het theater in om te monteren. Ik weet niet of ik voor de anderen spreek, maar ik heb enorm veel plezier. En het is erg inspirerend werken om met hele goede acteurs, hele goede muzici, hele goede sopraan deze voorstelling te maken. Het is echt een feest. Laat ik even kort wat zeggen over het stuk. Amadeus is gebaseerd op het stuk van Peter Schaeffer, waar ook de film op gebaseerd is. Desalniettemin hebben we de vrijheid genomen, maar dat blijft om dat toch een beetje het naar onszelf toe te trekken en het niet alleen in die periode te laten afspelen om te voorkomen dat mensen denken, nou, dat was in die tijd en dat geldt allemaal niet zo meer voor onze tijd. Maar juist daarom, omdat er een heleboel thema's in zitten die nog steeds erg gelden voor nu, is het stuk ook uitgekozen. Volgende middag was ik in koortsige afwachting. Zou ze komen? Ik had geen idee. En als ze kwam, hoe zou ik me gedragen? Ging ik echt proberen om een jonge vrouw die pas 2 maanden getrouwd was, het bed in te praten? Een deel van mij, een groot deel, wilde dat. Heel erg. Erg, ja, ja, erg. Erg, erg, erg is het woord. Constance. Meneer. Zo. Je bent gekomen. Ik had het niet moeten doen. Mijn man wordt razend als hij daarachter komt. Hij is heel jaloers. Ah, en jij? Ben jij jaloers? Waarom vraagt u dat? Omdat het een emotie is die ik niet begrijp. Staat heel ver van mij af. Je ziet er nog mooier uit dan gisteravond, als ik dat mag zeggen. Oh, bedankt. Ik heb wat composities van Mozart meegenomen. Ja. Als u ze ziet, dan begrijpt u waarom u zo geschikt is voor een baan aan het Hof of de overheid. Ja. Dus als u ze vlug wilt bekijken, dan wacht ik hier wel. Hoe wil het nu? Ja, ik moet ze weer meenemen, anders mist hij ze. Hij maakt nooit kopieën, het zijn allemaal originele. Ga zitten. En hier, neem iets lekkers. Wat zijn dat? Dat zijn kapitsoli di vanille. Venustepeltjes. Kastanjes op brandewijn. Oh, nee, bedankt. Ja, maar proef toch. Ik heb ze speciaal voor jou laten maken. Voor mij? Ja. Oh, nou, dan moet ik wel, niet? Nou, eentje dan. De productie is een samenwerking met het Nationale Theater, Theateralliantie, Opera Today. De samenwerking met de Theateralliantie betekent dat we langer in bepaalde regio kunnen staan. In theaters langer kunnen spelen. Dat is fantastisch. Zeker met zo'n groot gemonteerde voorstelling als dit. En dat heeft ons ook op het idee gebracht om dat er ook in die stukken, in dit stuk koren voorkomen. Althans, dat is onze keuze. Want normaal wordt het stuk, de muziek die in dit stuk gespeeld wordt, op de band gezet. En dat wilden wij niet. Wij wilden echt een orkest op het toneel. En we wilden echt een sopraan op het toneel. En we wilden echt een koor op het toneel. Dat koor is natuurlijk dan een probleem. Maar daarvoor kwam het lumineuze idee om samenwerking aan te gaan met regionale koren. We hebben een advertentie gezet. En er is massaal op gereageerd. En dat betekent dat we dus met een aantal regionale koren, die zullen in deze voorstelling te zien zijn. Dat is de volgende. Dat gaan we over 2 weken doen. Om die erin te voegen. En dus in ieder theater waar we langer staan, komt ook een koor uit die regio. Ik zal er aan meedoen. Oh! 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 Mm. Mm, heerlijk. Ja, toch? Oh. Neem er nog één. Nee. Nou ja. Ik denk dat jij het meest genereuze meisje op aarde bent. Genereus?
Ja, dat is de naam die ik voor jou heb bedacht. Gisteravond dacht ik opeens, Constance is een veel te stijve naam voor het meisje. Ik doop haar Ginny Rose. La Ginny Rose. En dan schrijf ik een schitterend lied voor haar met die titel. En dat zingt zij dan voor mij alleen. Oh, Arf. Ik heb al zo lang niet geoefend, meneer. Ginny Rose, is het de juiste naam die ik voor je heb gekozen? Welke naam heeft u uw vrouw gegeven? Mijn vrouw, die noemt gewoon Signora Salieri. Als ik haar anders had genoemd, zou dat La Statua zijn. Het is een heel statige vrouw. Is ze hier nu? Ik zou haar best willen ontmoeten. Nee, helaas, ze is op bezoek bij haar moeder in Verona. Constance, morgen zal ik even met de keizer praten. Eén woord van aanbeveling uit mijn mond. En die onschatbare post, leraar van de prinses, kan jouw man niet meer ontgaan. Als ik met de keizer heb gesproken over de muzikale aangelegenheden, zal niemand mij durven tegenspreken. Het gaat natuurlijk over Mozart, Wolfgang Amadeus, ons allen bekend. Maar het gaat eigenlijk nog meer over Salieri. Antonio Salieri was een componist die in zijn tijd eigenlijk de beroemdste en de belangrijkste componist was van zijn tijd. Het was een kind uit een Noord-Italiaanse familie die opgegroeid is in een koopmansmilieu. Koopman en christelijk waren ze allebei, twee thema's die erg belangrijk zijn. En die op jonge leeftijd al ontdekte dat hij een groot muzikaal talent had. Het verdiende toch beloond te worden met een klein bedeldienst. Hoe klein? De grootte van een kus. Eenmaal? Zelfs verdiend. Lijkt me meer dan genoeg. Jammer, wel een heel magere compensatie voor een baan waarop iedereen eens muzikus aanzet. Hoe bedoelt u? Geef je niet wat ik zeg? Nee, helemaal niet. Jammer, wel heel veel jammers. En toen hij 16 was, toen verliet hij dat dorpje waar hij opgegroeid was. En toen is hij naar de plaatselijke kerk gegaan en heeft een contract, want zo had hij dat geleerd van zijn ouders, met onze lieve Heer afgesloten. Waarin hij hem beloofde dat als hij hem zou zegenen met een groot talent, dat hij dan voor de rest van zijn leven muziek ter meer de eer en glorie van hem en van alle machthebbers, dat zijn dan de vertegenwoordigers van onze lief op aarde zou schrijven, ons lief hier op aarde zou schrijven. En zo gezegd, zo gedaan, dat heeft hem eigenlijk al heel vroeg tot grote roem gebracht. Dus op 34-jarige leeftijd bekleedde hij eigenlijk al alle belangrijke posities in het Weense muziekleven. Hij was hofcomponist, hij was chefdirigent, componist des Vaderlands noemen we dat tegenwoordig. Eigenlijk wilde je wat betekenen in het muziekleven, was ook de adviseur van de keizer, dan kwam je niet om Salieri heen. Ik geloof dit gewoon niet. Wat jij net zei? Luister, ik ben, God, nee, ik ben een heel onhandig mens. Jij denkt dat ik een man van de wereld ben, dat ben ik helemaal niet. Kijk naar me, ik mis ieder raffinement. Ja, snoepen en componeren, dat is mijn leven. Ik zie nooit een vrouw. Toen ik jou gisteravond ontmoette, werd ik hartgrondig jaloers op Mozart. En uit die jaloezie kwamen de domme gedachten. Vannacht fantaseerde ik hoe jij uit dat grote reservoir voor jou best een greintje tederheid zou kunnen missen. Een greintje dat jouw fortuinlijke man niet nodig heeft en mij zou inspireren. Ik dacht me gisteren. Mozart had gelijk. Jij bent een slecht mens. Zei hij dat? Alle Italianen spelen toneel, zei hij. Wees vooral voorzichtig met die ene. En hij bedoelde jou. Hij bedoelde het als grap, natuurlijk. Ja, ja. Maar eigenlijk is het helemaal niet grappig. Je bent hier gewoon een potje toneel aan het spelen, hè, schat? Eenvoudig Italiaanse dorpsjongen en intussen zou Link als een looie deur. Ach, pruilt hij? Nee. Zit je nou te pruilen, schat? Nee. Als Mozart pruilt, dan krijgt hij altijd billenkoek. Vindt hij heel lekker. Zal ik jou ook eens even lekker corrigeren? Ja. Hè? Vind je dat lekker? Oh, lekker, hè? Ja. Domme, ordinaire slet.
was belangrijk, schreef voornamelijk in het Italiaans. Dat was ook de mode van die tijd. In het Italiaanse, hij schreef ook opera's. Dat ging veel over helden en voorbeeldmensen. En dat ging allemaal goed, totdat plotseling Mozart verscheen. Staan hier bij iemand die de kleding heeft verzorgd. Of, wat is de stijl van deze voorstelling? Ik heb proberen eigenlijk hedendaagse... zoals we hedendaags gekleed zijn, combineren met de luxe en de gekte en de kitsch van rococo. Dus en dat is eigenlijk ook heel belangrijk in het stuk. Dus het samenkrijgen van wat is goede smaak en wat is slechte smaak. En kun je dat illustreren? Ja, hier achter mij bijvoorbeeld. Dit is een pak van Mozart. En die willen we eigenlijk als een hedendaagse rockster, vrijgevochten, denk Jet Rebel, iemand die... Ja, dingen door elkaar draagt en mixt en daar zijn eigen stijl van maakt. En daarnaast bijvoorbeeld ook Constance, zijn vriendin, is echt een modepopje. Maar daar hebben we bijvoorbeeld wel, door plooien te maken, een keu aangegeven die typisch rococo is. I think what is really special about this cooperation we are doing is that we are having, as not so normal, a fantastic group of musicians on stage, really from all over the world. Even there is one person from Holland in the group, yes, but the rest is a lot of nationalities. And what is also really special in this production is that music and acting cross each other all the time. So for instance, they are used to play normally in an orchestra pit, but now they have to be on stage, playing sometimes by heart, interacting with the action. But also Mozart and Salieri have to conduct the orchestra. Maar heb je zeker wel een hele strijd gehad om dan ook het ontwerp bij te passen bij het onderwerp. Het is een behoorlijke zoektocht geweest inderdaad om de ontwerper in balans te krijgen tussen de hedendaagse en die tijd. En dat is, vind ik, het leukste als ontwerper natuurlijk, om dat proberen bouwend en zoekend daar te komen. In this already in this first week of rehearsals, we see how we so much learn from each other and we are pushed over our limits. And I think also for the audience and for everybody seeing the show, it will be quite moving to see how music and story and acting and singing and playing merge into one unity. And everything happening really on stage with the live music, with all the situations. So I really think this will be a very special production. Yeah. That's it. Okay. Zou achteruitgang betekenen. Verplaats één fase en de hele structuur zou instorten.